Maar eerst naar onze Frank, want enkele Nederlandse militairen ontvangen vandaag een bijzondere onderscheiding. Nou, we weten natuurlijk allemaal dat die militairen knappe prestaties leveren. Daar staan we gelukkig maar op vele momenten in het jaar ook wel bij stil. Een van die momenten is vandaag. Want sommige van hen hebben iets uitzonderlijks gepresteerd. Met gevaar voor eigen leven zijn zij opgekomen voor de belangen van de ander. Het gaat om 15 militairen die vandaag een dapperheidsonderscheiding ontvangen. Die ontvangen ze uit handen van Defensie. Minister Ollongren en van de commandant der strijdkrachten, Onno Eichelsheim is dat. En daar hebben wij verbinding mee. Goedemorgen, meneer Eichelsheim. Goedemorgen. Waarom deze 15? Nou, je zei het net zelf al, ze hebben natuurlijk iets uitzonderlijks gepresteerd. En voornamelijk hebben ze inzet gedaan waarbij ze gevaar van eigen leven bovengesteld hebben boven hetgeen wat ze hebben gedaan om een ander te helpen. Of ze hebben op een hele verstandige manier de vijand uiteindelijk een slag toebedeeld. Waardoor die uiteindelijk of werd uitgeschakeld of mensen konden worden opgepakt. Ja. En we doen dat vandaag ten aanzien van Afghanistan, Cambodja. En we onderscheiden ook een aantal mensen die in de Indische Oceaan zich hebben onderscheiden. En dan kan ik me voorstellen dat er mensen zijn die denken, ja, die dingen die u opsomt, daar zijn toch wel meer dan 15 militairen die dat doen. Hoe zit dat dan in die keuze? Nee, in zekere zin zijn ze altijd onderdeel van een team. Dat is natuurlijk ook waar. Het is nooit alleen de ene individu die het doet. Aan de andere kant, als je kijkt ook naar deze onderscheidingen, waar bijvoorbeeld een individu een mijnenveld ingaat om daar een gewonde kameraad weg te trekken onder vijandelijk vuur, dan onderscheidt hij zich daar wel als individu in. En ik denk dat het belangrijk is om daar, als we dit soort zaken nog zien bij onze militairen, om daar ook de terechte onderscheiding bij te geven. Dus het is een teamverband, maar ook een individuele prestatie. En hoe ziet dat eruit? Wat is uw rol vandaag? Nou, vandaag zal ik samen met de minister in ieder geval de mannen en vrouwen toespreken. Want er zitten ook vrouwen bij vandaag. En de minister en ik zullen daarna ervoor zorgen dat ze onderscheiding krijgen. De minister reikt ze uit. En ik zal met name de details ook bespreken over datgene wat er gebeurd is. En heeft dat nou, merkt u nou dat dat tegen het licht van ook de huidige oorlog in Oekraïne, dat dit extra betekenis heeft, zo'n dag? Ja, dat heeft zeker extra betekenis. Ik denk dat onze militairen in zijn algemeen ongelooflijk goed werk verrichten. Maar dat met name bij de context van Oekraïne we natuurlijk zien dat iedereen het belang er alleen nog maar meer en meer aan hecht. En het is juist daarom, vind ik, ook belangrijk om te zien dat we met idealen waar we gewoon achter staan, moed, zoals ik al zei, opoffering, wat we eigenlijk in Oekraïne ook gewoon dagelijks zien, dat het gewoon mooi is als we dat op dit moment kunnen uitlichten ten aanzien van onze eigen militairen. Maar vergis u niet, in Oekraïne vinden dit soort zaken natuurlijk bijna dagelijks plaats. Ja, daarover gesproken. Zojuist komt het nieuws ook binnen dat Zelensky deze week naar Polen gaat. Vanochtend al het nieuws van de tactische kleine wapens aan de grens daar bij Polen. Wat zegt dat, dat als u dat zo samen hoort, wat denkt u dan? Nou, ik heb vaker gezegd, belangrijk is dat we in ieder geval gezamenlijk Oekraïne blijven steunen. En ik denk dat president Zelensky dat op een hele goede manier, in dit geval door zijn bezoek aan Polen, ook wel weer wil bevestigen. En wij zullen die steun continu blijven leveren. En het betekent voor mij ook als militaire commandant dat dit vooralsnog niet van vandaag op morgen is afgelopen, maar dit nog een langdurige strijd gaat worden. Gaat u zelf eigenlijk nog die kant op? Bent u al in Kiev geweest? Bent u nog voornemens te gaan? Nee, ik vind je moet erheen gaan als er een belang aan vast zit. Ik denk dat mijn belang nu is om ervoor te zorgen dat we Oekraïne steunen vanuit Nederland en ervoor zorgen dat we die support ook continu blijven leveren. Daar heeft Oekraïne meer aan als dat ik daar langs ga en uiteindelijk daar weer mijn gezicht laat zien. Ik geloof niet dat dat belangrijk is. Ik dank u voor uw toelichting. En u gaat vandaag dan het gezicht laten zien bij die dapperheidsonderscheidingen die worden uitgereikt. Dapperheidsonderscheidingen. Als je dan een mijnenveld ingaat, Albert, nou dan verdien je die ook wel. Nou ja, nogal. En ik vind het fantastisch hoe we steeds meer stilstaan bij wat militairen doen, hè, voor ons in Nederland en verder buiten. Ja, is dat toch die context nu anders door wat er in Oekraïne aan de hand is, denkt u? Het belang hiervan? Ja, dat speelt denk ik wel een rol. Maar ik ben het er wel helemaal mee eens. Hè. De inzet van deze mensen is het belangrijkste. Maar, en het feit dat ze dat werk kunnen doen. Maar het is ongelooflijk belangrijk om erbij stil te staan als ze het hebben gedaan. Want het is echt een ander soort baan dan u en ik hebben. Nou, zeg dat. Goed, dus 15 dapperheidsonderscheidingen vandaag.